Bij het vogelasiel in Zomeren worden jammer genoeg regelmatig gewonde en zieke vogels afgeleverd. De meeste tijd komt het met die vogels wel goed en worden ze na een liefdevolle verzorging losgelaten, hun vrijheid tegemoet. Pepi Smits en Jo van Zanten van het vogelasiel Zomeren lieten op vrijdag 25 maart twee knobbelzwanen, een meerkoet en een wilde eend vrij in het Beuven op de Strabrechtse Heide. Het is nu vrijdagochtend, heel vroeg in de ochtend. Voor jullie is het een mooie dag en voor twee knobbelzwanen wordt het een mooie dag. Het is een prachtige dag. We hebben sinds november hier twee knobbelzwanen, jonge exemplaren, zitten. Die zijn inmiddels helemaal volledig hersteld, ook flink gegroeid. Ja. En het is vandaag tijd dat ze vrij worden gelaten. En zijn twee knobbelzwanen die samen binnenkwamen? Nee. Ieder afzonderlijk zijn er binnengekomen. De een die was heel erg verzwakt, dus die is hier weer aangesterkt. En de andere die had een pijnlijke poot en dat is ook helemaal weer beter. Ja. En dan vinden jullie vandaag de tijd om het te gaan doen, zeg maar? Ja. Loslaten? De vorst is er eigenlijk een beetje weg, dus we verwachten niet dat het nog heel koud wordt. Daar hebben wij ook een beetje op gewacht natuurlijk. En ja, helaas is het wel heel regenachtig vandaag, maar het zijn watervogels, dus het kan gewoon gebeuren. De zwanen hebben elkaar kennis gemaakt de afgelopen maanden. Betekent dat dat ze bij elkaar blijven? Weet je natuurlijk nooit 100% zeker, maar het kan wel. Als het toevallig een mannetje en een vrouwtje is, maar ze zijn nog jonge exemplaren, dus ik kan er niet zien wat het zijn. Maar dan kunnen ze makkelijk bij elkaar blijven, ja. Ik zag net een keesje staan met een meerkoet en een eend, die laat je meteen vrij, of niet? Ja, we gaan toch naar het water, dus die zijn ook zover weer opgeknapt. Die eendje had eigenlijk een gebroken poot, maar dat is helemaal weer goed gekomen. Een beetje stijf, maar dat kan in het water, dat kan hij weer oefeningen doen, dus dat is helemaal prima. En die meerkoet was ook een verzwakt exemplaar, dus die nemen we meteen mee. Dan zijn we er vier, worden er vandaag weer vrijgelaten. Het is nu maart, dat betekent dat jullie het seizoen begint, zeg maar, met vogels die binnenkomen? Ja, de eerste jonge duiven zijn al binnengekomen. Eerst een paar tortelduiven en nu zijn er weer twee houtduiven en een holenduif binnengekomen. Dus daar begint het meestal mee. En straks beginnen de bosuilen. Bosuilen zijn ook al begonnen met het broeden. En die krijgen we dan ook altijd in deze tijd wel binnen. Ja, dan zit het vol. Dan begint het aardig vol te raken, ja dat klopt. Dan, daarom willen we ook zoveel mogelijk nu weer vrijlaten als het enigszins kan. Zodat als het seizoen begint, dat we ook weer ruimte hebben. Ja. De knobbelzwanen worden vrijgelaten, waar ergens? Bij het Beuven. Is dat normaal? Nee, we hebben ze op al verschillende plekken vrijgelaten. Een keer bij het Starrekriet, bij een ander waterweer. Maar het zijn jonge exemplaren en we willen niet graag dat ze ergens tegenaan vliegen, want die hebben eigenlijk nog nooit gevlogen. En Beuven is natuurlijk een prachtig gebied en daar zitten ook heel veel knobbelzwanen, daar kunnen ze zich ook bij aansluiten. Dus dat kan eigenlijk niet beter en ze hebben daar voedsel. Het is gebeurd. De zwanen zijn weg. De eend en de meerkoet, hoe ging het? Het ging geweldig. De meerkoet die was eruit en die begon meteen te eten en zijn eigen te wassen. Nou, perfect natuurlijk. De wilde eend eigenlijk ook. Hè. Ik bleef even zitten en toen vloog hij weg. Dus die ging zijn plek wel zoeken. Maar de zwanen gingen allebei de verkeerde andere kant op. De zwanen gingen de ene kant en de andere kant. En ze vlogen meteen weg. Ja. Dus, en terwijl die nog nooit gevlogen hebben. Dus dat is eigenlijk toch wel heel bijzonder, vind ik. Ja. Straks zei je van dat ze misschien die andere zwanen gaan opzoeken. Gebeurt dat ook? Ik denk het wel. Er zitten best wel veel zwanen op het Beuven nu. We hadden zeker 15 geteld.
En die zoeken elkaar toch meestal op. En die zaten allemaal aan de andere kant, omdat daar natuurlijk een beetje in de luwte. En wij zaten eigenlijk aan de verkeerde kant wat dat betreft. En daar zwemmen ze wel naartoe hoor. Maar meestal is het zo, die gaan te water en die beginnen ze eigenlijk eerst te wassen. Dat is het eerste wat ze gaan doen. En dan zoeken ze wel hun, de andere knobbelzwanen op. Volg je ze dan nog ooit? Ga je nog ooit kijken? Ja. Ik heb ook toen bij het Stargriet, die ene zwaan, die heb ik heel lang gevolgd. Totdat hij helaas overleden was, maar ik ga daar regelmatig kijken, ja. Vind ik altijd prachtig om te zien. Wil niet zeggen dat je ze natuurlijk weer herkent, maar dit waren twee jonge exemplaren, dus die kun je er nog wel uithalen. Maar op een gegeven moment, als ze daar helemaal wit zijn, ja goed, dan zie je dat niet meer.